gedeelte van de expositie Verwantschap speelt zich ook af op deze plek, het vestingplantsoen. Dat betekent dat we hier tegen de wal aankijken van IJsselstein. En in het plantsoen staan verschillende grote, mooie foto's van mensen. En dan zou je zeggen, wie zijn die mensen? Deze mensen zijn allemaal van een donor. Dus ze kennen niet hun vader, dus hun identiteit is een beetje onbekend. En dat beschrijven Linda Sprado en Vera de Lange in dit belangrijke boek, De Schaduwfamilie. Op deze joekels van borden zien we de fotografie gemaakt door Kate Fort. En zij is gespecialiseerd in familiefotografie. Als je een donorkind bent, ben je natuurlijk echt wel op zoek naar die andere helft van je identiteit. Waar is die gebleven? Wie is die persoon? En heb ik nog broers en zussen? En dat kunnen we terugzien in deze prachtige foto's. Amy Stanford en Nikki Herbrugs zijn de curatoren van deze fantastische tentoonstelling over verwantschap. Ze heeft een video opgenomen waar ze even goed uitlegt hoe dat precies zit. Ja, voor de aanleiding van deze tentoonstelling moeten we eigenlijk een stukje terug, namelijk naar 2020, alweer 2 jaar geleden. In dat jaar maakten we een tentoonstelling over empathie. En dat was een grote tentoonstelling waar ook weer allerlei andere projecten uit zijn gerold, waaronder deze tentoonstelling. Tentoonstelling over de zoektocht naar je afkomst en de binding die je voelt of kan voelen met een fysieke plek en de mensen om je heen. Daarnaast was er eigenlijk nog een andere aanleiding, eentje die we niet hadden kunnen voorzien. En dat was COVID-19, waarbij wij ervoeren dat je toch werd teruggeworpen op jezelf, op een hele kleine fysieke omgeving. Vaak beperkte zich tot je eigen huis en eigen omgeving. Maar ook het belang van familie daarin en de directe mensen om je heen. Eigenlijk in die periode bleek dat ontzettend waardevol en ontzettend belangrijk was. Misschien wisten we dat al, maar dat werd in die periode nog eens extra duidelijk. Ja, dit is gewoon Museum IJsselstein. We zien een prachtige expositieruimte, maar je gelooft het niet. Hier gaat gewoond worden door kunstenaar Sven. Sven, kom erbij, want er staat een mooi plan op stapel. Jij gaat hier wonen. Ja, dat klopt. Ik ga hier gedurende 1 week wonen. Eigenlijk zoals een ieder woont, leeft en is. Dus eigenlijk wat ik hier ga doen is hetzelfde wat jij waarschijnlijk thuis ook doet. Dat is gewoon er zijn. Gewoon leven. Maar we kunnen er dus getuige van zijn doordat je gezien kan worden hier. Ja, dat klopt. Het is gedurende een week is het eigenlijk gewoon open. Zowel tijdens de openingstijden als wellicht ook wat later. Maar daarnaast zijn we ook aan het nadenken over hoe we dit kunnen livestreamen. Het valt allemaal binnen de tentoonstelling, de expo, verwantschap. Maar hoe verhoudt jouw werk zich tot verwantschap? Ik denk dat mijn werk een diepe zoektocht is naar verbintenis met de wereld. Dus niet zozeer alleen de verwantschap van mezelf tot de andere mens, maar mezelf in relatie tot de wereld aan zich. En dat is voor mij verwantschap. Voor mij is verwantschap, hoe verhoud ik mezelf tot de wereld? En hoe is de mens een integraal onderdeel van deze prachtige wereld? Ja. Dit is een gedeelte van jouw werk of van jouw performance. En in de tweede week ga je iets anders doen. Wat ga je dan precies doen? Ja, dan presenteer ik een drieluik, bestaande uit 3 performances. Dat staat los van de week ervoor. Hoewel het wel op dezelfde gedachtegang inhaakt, zeg maar. Maar in principe zijn het 3 losstaande performances die tezamen 1 werk vormen, zeg maar. En die wordt gedurende de tweede week, kan je eraan deelnemen, zeg maar. Dus als ik het goed begrijp, kunnen wij dan hier zien dat jij in bed ligt, dat jij gaat douchen en naar de wc gaat? Alles, ja. Alles. Gewoon het volledige pakket. Oké. Okay. Ja, dus, en dat gaan we dan allemaal zien? Alles. Prachtig werk wat we hier zien en dat is van
Manju. En zij is artiest en zij maakt heel bijzonder werk en zij maakt ook gebruik van verschillende media. Ze is hier natuurlijk, maar vertel wat over jezelf, Manju. Hoi. Ja, inderdaad. Ik gebruik graag verschillende media voor mijn werk of mijn artistic practice. En voor deze tentoonstelling heb ik een selectie gemaakt van tekeningen, schilderijen, film en geluidsinstallatie die komt in de vorm van een koffer. De werk gaat over concept never leaving, never arriving. En in andere woorden, dat betekent dat als je een land verlaat als migrant, dat je niet volledig je land verlaat en je niet volledig arriveert in je nieuwe bestemming. Vijf schilderijen, maar het lijken wel foto's. Inderdaad, dat zijn schilderijen van foto's. Die komen uit de familiealbum. Dit is mijn familie, dus moeder, vader, broer en zus. Zussen moet ik zeggen, twee zussen. En die foto's zijn gemaakt in net een periode van verhuizing van één land naar een andere land. Dus daarom vond ik ook heel bijzonder om deze te laten zien. We zijn hier in het museum, in het lokaal. En wij presenteren dus hier ook lokaal in het lokaal. En hoe lokaal ben jij hier? Nou, ik heb een hele tijdje in IJsselstein gewoond. We zijn nu in IJsselstein. We zijn letterlijk nu hier met ons voeten in deze grond, op deze aarde. Maar we kunnen wel met ons lichaam ons heen draaien. Dat betekent dat we wel omheen kunnen richten. En dat bedoel ik bij globaal. Dus desondanks waar je staat, we hebben wel de mogelijkheid om ons heen te kijken.